Vandaag de gast geopolitiek analist Alex Krijger. Hij werkt op het ministerie van Defensie, 15 jaar voor Shell. Is managing partner bij Krijger en Partners. Welkom. Dank je. Dank voor de uitnodiging. We gaan het hebben over het escaleren van het conflict Israël-Palestijns conflict. Ik wil graag eerst twee dingen van je weten. Israël ziet de aanvallen van Hamas als zijn 9-11 moment. Netanyahu zei dat bijvoorbeeld. Ziet u dat ook zo? Maar ja, dat lijkt wel op elkaar. Het is, je moet altijd uitkijken met historische parallellen. Maar als 9-11 echt een aanval was op Amerika, waarbij er een bijna existentiële bedreiging ontstaat. Want we weten het allemaal nog van die dagen. Dat het natuurlijk, er was eerder een aanval, nog een aanval, nog een aanval. En op een bepaald moment had je zoiets, hoe gaat dit verder? Dat is nu met Israël ook. Dus in die zin is het allemaal nog groter en dieper dan ze eigenlijk sinds 48 hebben meegemaakt. Dus er is ook geen ruimte om zeg maar nu ook bezig te zijn met de pijn van een ander. Het is nu helemaal de focus op de bedreiging van de Joodse staat Israël. De gevolgen van 9-11 waren invasies in Afghanistan, ja. Invasie in Irak. Ja. Nou ja, als je die parallellen trekt, dan kun je wel een beetje vooruitzien hoe dit gaat aflopen. Ja, dat is dus doodeng. En in die zin kwam president Biden natuurlijk gisteren ook naar Israël met een dubbele boodschap. Dus enerzijds de volle steun van de grote bondgenoot Amerika. Kijk ook naar de vliegdekschepen die nu voor de kust liggen. Om ook duidelijk te maken, Hezbollah, Iran, denk er niet aan om je ermee te bemoeien. Nou, dat doen ze natuurlijk al wel een beetje. Maar hij zal ongetwijfeld ook richting zijn grote vriend Netanyahu hebben gezegd van één ding, je houdt een beetje in. En dat heeft hij ook openlijk gezegd. Dus Biden heeft wel, hij zag wel heel doodmoe uit, vond ik. Maar hij zei wel ook heel nadrukkelijk van wij hebben naar 9-11 fouten gemaakt. En Amerika is daarna natuurlijk eigenlijk twee grote oorlogen begonnen in Irak en Afghanistan. Nou, dat heeft vele tienduizenden, zo niet honderdduizenden doden betekend. En dat ziet ook zeg maar de rest van de wereld van ja, waar gaat dit naartoe? Ja. Tweede vraag is, je hebt zelf in Israël gewoond, hè? Ja, mijn vader kwam er vaak. En we woonden daar in 74, 75. Dat was een jaar na de Yom Kippur-oorlog. Ja, jaar na Yom Kippur. En ik was toen 7. En dan kwam, als ik nu die beelden van Ashkelon zie, en ik ben er ook wel terug geweest. Wij zwommen altijd in zee bij Ashkelon als kinderen. Mm. En ja, dat is nu een stad die natuurlijk zwaar wordt bestookt. En dat is iets wat we ook soms wel eens vergeten. We hebben het over een heel klein gebied. Weet je, Gaza is natuurlijk vreselijk. 2 miljoen mensen bovenop elkaar op een gebied van 2 keer Texel. Maar Israël is ook de helft van Nederland. Dus het is allemaal heel klein. En Iran is 75 keer Israël. Dus je kan je bijna niet voorstellen wat betreft ook proporties. Proporties. Ja, ja. We hadden het al over Biden. Hij zag er moe uit, maar hij is dus even heen en weer geweest. Even heen en weertje Israël, want dat was het meer niet. Andere landen wilden hem niet meer ontvangen. Hij was niet meer welkom in Jordanië. Vanuit het Israëlisch oogpunt was het een succes, lees ik vanochtend overal. Want er is geknuffeld met Netanyahu, heeft onderschreven dat het niet een Israëlische aanval was op het ziekenhuis. Dus dat verhaal, daar gaat hij mee. Hoe kijkt de rest van het Midden-Oosten naar dat bezoek, denk je? Ja, ik denk in die zin toch wel wat anders. Het is voor Israël inderdaad ontzettend belangrijk dat de grote bondgenoot Amerika die steun geeft. En dat de president van Amerika langskomt in oorlogstijd. Dat is echt historisch ongekend. Ook wel gewoon hartstikke riskant. Dus in die zin is dat voor Israël heel positief. Ja, in de regio is het natuurlijk allemaal hartstikke link. Want je hebt natuurlijk de gematigde Arabische landen die de afgelopen jaren, decennia, denk sinds 1977 met Egypte, met Sadat, Carter, die nog steeds leeft, een historisch akkoord hebben gesloten. Nou, daarna volgden allerlei andere landen, denk aan Jordanië en ook een paar jaar geleden nog de Emiraten, Marokko, Soedan. Dus een groot deel van de regio heeft eigenlijk een nieuwe relatie gevonden met Israël, meer gericht op vrede. Nou, waar Hamas briljant in is geslaagd, en dat is eigenlijk indirect natuurlijk Iran, is natuurlijk een komende vrede tussen Saudi-Arabië, Israël en Amerika te torpederen. Ja, die zat er mogelijk aan te komen, een soort erkenning van Israël vanuit Saudi-Arabië. Ja, ja. En de echte leider van Saudi-Arabië, Mohammed bin Salman, is natuurlijk ook geen democraat en heeft natuurlijk ook heel wat op zijn kerfstok. Maar dat was heel dichtbij. En dat wilde absoluut Iran met zijn proxies voorkomen. Om dus in die zin ook gewoon te laten zien dat de macht van Iran en in de regio natuurlijk veel sterker is dan gehoopt. Dus de kunst is natuurlijk, en daarom was Biden ook zo duidelijk, ook openlijk, natuurlijk volle steun van Israël om hard uit te halen naar de terreurdaden van 7 oktober. Want het was pure terreur en terreur
is echt iets anders dan een conflict. Daarop kan en mag je gewoon reageren, volgens internationaal recht ook. De kunst is alleen het op een manier te doen dat je natuurlijk niet nog meer onnodige burgerslachtoffers krijgt. En dat is natuurlijk heel moeilijk in een druk Gaza. Ja. Ook Art Rooijakkers vind je in de BNR-app. Zeker, je kunt live de Big Five luisteren. De BNR-app met breaking news. En je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder Boekenstein en De Wijk. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.